Ja, om gelijk maar even de boel te ontzenuwen. Ik heb de titel van de masterclass bewust aangepast. Ik heb het de grasterklas genoemd, want ik zie mijzelf niet als master. Ik word in Nederland steeds meer gezien als dé specialist op grasgebied op waterkeringen. Nee, ik ben grasregisseur. Ik probeer lijntjes aan elkaar te knopen, mensen met elkaar te verbinden, programma's met elkaar in contact te brengen. Maar als je echt intelligente vragen hebt over gras, dan moet je een Cerulibrand of een Alschoutens of heel veel wijkbeheerders gewoon benaderen. Die hebben dagelijks grasprietjes in hun vingers. Dus dat even als disclaimer op voorhand. Voor de rest, hartelijk welkom in deze masterclass. En ik ga heel weinig zeggen. Jullie gaan gewoon lekker zelf aan het werk. Met de eerste vraag. En dan hoop ik dat ik de goede knop ga bedienen. Ja, wat is jullie mening over deze grasbekleding? En roep het maar. Wat vind je hiervan? Hier is best redelijk. Best redelijk, maar hier hoor ik een matig. Waarom vind jij matig? Omdat je wat minder vindt. Ik papegaai even. Je vindt hem onderin wat minder. Dan bedoel je deze hoek? Ja. Hoe? Sorry? Distels. Ja, bovenin distels. Hoe oud denken jullie dat deze grasmat is? Wie kiest voor minder dan een jaar? Wie kiest voor, jaartje, twee jaartjes misschien, er is een seizoentje overheen gegaan. En wie kiest voor meer? Nou, dan hebben jullie toch aardig verstand van gras, dus wat doe je hier? Het is meer of meer een instinkertje. Het is inderdaad een jong gedeelte, recent ingezaaid, een herstelmaatregel. Met bovenin een dijk die al iets langer, een grasmat die al iets langer in stand is. Dus je ziet een ontwikkelfase van de grasbekleding. En dat is de tweede disclaimer van de website die vandaag live is gegaan. We hebben een website www.handreikinggrasbekleding.nl. Maar die is in wording. Het is een versie 1.0. Want er is gewoon nog heel veel te doen in Nederland op het gebied van grasbekleding. Ondanks dat we al 700 jaar gras op dijken onderhouden. Al. Het begon met wierdijken, zei de dagvoorzitter. Maar de basis is gelegd. We hebben een website. Ziet dat als een groeiplaats, als een deklaag op de waterkering. We hebben zaad in die website gestopt. Allerlei informatie die te vinden is. Maar is die al optimaal? Nee, we moeten hem samen erosiebestendig maken. Er is ontwikkelingsbeheer nodig. Het expertteam waterkeringen en ad hoc clubjes die kunnen gaan samenwerken rond die website om de boel te verbeteren. We zullen soms specifiek beheer moeten toepassen. Als de disteltjes gaan groeien, dan moeten jullie ook met elkaar durven zeggen, hey Jaap, daar klopt gewoon niet wat je daar hebt geschreven of wat jullie hebben geschreven. Ik heb een andere mening. Laat dat weten. Op de website staat in de rechterbalk doorlopend een mailadres waar je je commentaar op kwijt kunt. En we moeten hem natuurlijk nog bloemrijker maken. Er zit al heel veel in. Iets te veel naar mijn mening toen ik klaar was. Hij liep wat uit de tijd. Maar goed, dat zegt ook iets over wat er in Nederland al bekend is en wat de adviseurs erin hebben gestopt. Maar je mag altijd nog verder bijdragen. Vandaag wordt er een presentatie over drones gehouden. Nou, als dat rapport erbij is in mei, juni, dan zetten we dat er gewoon bij. En zo proberen we steeds de actuele kennis in de gaten te houden. En het doel is een platform te maken waarbij heel Nederland weet, als ik een vraag heb over grasbekleding op dijken, www.handreikinggrasbekleding.nl, daar kan ik mijn vraag kwijt, daar kan ik opzoeken hoe het met onderzoeksprogramma staat, enzovoort, enzovoort. Dat we daar samen elkaar gaan vinden. Dat is eigenlijk het doel en het stadium van de handreiking op dit moment. Wij gaan aan de slag. Een aantal projectgroepleden heeft de moeite genomen en de tijd gevonden om vragen te verzinnen. Die projecteer ik zo meteen. Ik heb er zelf nog een paar tussen gezet waarvan ik denk, daar wil ik even de aandacht op leggen. Sta ik nog steeds in de camera trouwens? Moet ik? Gaat goed. Ja, ik drentel maar wat heen en weer. Jullie gaan gewoon lekker met die vragen aan de gang. Is dat tot zover duidelijk? Op de randstoelen liggen geeltjes, blauwtjes, paarsjes, ze hebben alle kleurtjes. Als je onderweg denkt, Jaap, ik heb nog wel een verbeterpuntje. Of ik vind dit hartstikke goed. Of ik heb een vraag die ik niet beantwoord krijg op de site. Noteer hem op dat geeltje. En jullie zien achter vier flips hangen met tips, tops, vragen en bijdragen, want aan het eind kom ik nog eventjes met een verzoek om bijdragen voor jullie. Dus schrijf het erop, plak ze straks op, zodat ik weet waar we kunnen verbeteren.
Nou, pak je smartphone, je mobieltje, je tablet, je PC, alles wat je bij je hebt. Ja, het stond in een uitnodiging van let op, we werken met de boel. Je kunt een wifi kiezen. We hebben een voorkeurnetwerk voor deze zaal, dat is Burgersoe 2. Met... Nou, voor degenen die hem al gevonden hebben, die kunnen met de eerste vraag aan de gang. Alida Galema, adviseur van Infram. Hoe bepaal je de graskwaliteit ten behoeve van de beoordeling? Ik ga niet alle antwoorden voorlezen, je kunt ze zelf zien. Dus kijk maar of je op de website het antwoord op deze vraag kunt vinden. Of vinden jullie het prettig, jullie bepalen helemaal het programma vanmorgen, dat ik even de website laat zien en jullie alvast op weg helpen? Dat mag wel, goed. Stefan, dan vraag ik aan jou een spagaat om eventjes naar de handreiking te gaan. Nou, dit is hem dan. Dan neem ik jullie even op hoofdlijnen door het menu mee. Als je naar beneden scrolt, Stefan. Ja, dat we de... Heel goed. Bovenin zie je een aantal menuknoppen. De achtergrond gaat over hoe de handreiking tot stand is gekomen, wie de teams waren enzovoort, de aanleiding en de hele context. Waterkering algemeen is meer een beetje voor beleidsmedewerkers. Het gaat over visie en streefbeelden en beleid. En het gaat over faalmechanismen en het bezwijken van je waterkering. De grasbekleding. Alle informatie die beschikbaar is over gras op dijken op dit moment. De aanleg. Nou, de naam zegt het al. Hoe kom je tot een goede graskwaliteit op een dijk? En dat is niet alleen het zaaien, maar ook het ontwikkelbeheer in de eerste 4 jaar. Dat hebben we bij de aanleg gestopt, want dat vinden we een wezenlijk onderdeel van het aanleggen van je grasbekleding. Als je even scrolt, dan heb ik zelf een spagaat moeten maken en met wat mensen afgestemd. Een beheer algemeen en de beheer specifiek. Wat is nou het verschil daartussen, wordt dan gelijk de vraag. Nou, dit gaat over maaien en bewijden in algemene zin. En beheer specifiek is, ik heb een probleem en wat moet ik er nou mee? Dus dit is standaard en dit is, ik heb iets waar ik wat mee doe. Nou, de uitvoering. Heel concreet, ik heb beheer. Hoe ga ik nou maaien? Hoe vaak moet ik maaien? Wat is de frequentie, de afstalhoogte van mijn machines enzovoort? Dus zo praktisch mogelijk. Dan praktijkvoorbeelden. Gewoon succesverhalen van waterkeringbeheerders die ze de afgelopen maanden naar mij hebben opgestuurd toen ik erom vroeg. Dan gaan we naar beneden. Dan krijgen we het kopje inspectie. Ja, dank je. Vanwege de schermbreedte heb ik gekozen voor 1 woordje. Inspectie, maar hier hoort ook beoordeling bij. En handhaving en toezicht en monitoring. Dus alles wat te maken heeft met het in de gaten houden van je waterkering. De bedrijfsvoering. Een paar concrete zaken over contracten, mestboekhouding en dat soort zaken. Onderzoek. Waar staan we in Nederland en wat willen we nog ontwikkelen? En dan een tool als je in de handreiking iets wil vinden. Los van de search button, het search icon wat je bovenin hebt staan. Dus de vraag van Alida Galema was, hoe beoordeel je de kwaliteit van de grasbekleding? Nou, alvast een hint, je vindt hem ergens onder inspectie. Dus onder dat menu moet je iets kunnen vinden met beoordeling. Heeft iemand al een clue te pakken? Sorry, Gerard? Het loopt een beetje vast. Jullie hebben hem. Nou, waar heb je wat gevonden? Leg eerst even uit welk menu je hebt gevolgd. Inspectie. Inspectie? Dan uitvoering inspectie. Ja. Dan staat daar... dan de eerste bullet. De derde bullet, het betreft de visuele zorg. Dat is de enige weg waarop je hem kunt volgen. Maar ik hoor hier mensen die het op een andere plek hebben gevonden. Ik heb in de zoekfunctie. En welk menu ze... Oh, dat is helemaal goed. Kijk, dat werkt ook, hè? Bij beoordeling. Je kunt bij inspectie ook kiezen voor het submenuutje beoordeling. En dan weer een submenu beoordeling in het veld. Daar kun je het vinden. Dus je merkt dat die handreiking allerlei ingangen heeft om toch bij het goede antwoord terecht te komen. Er zitten allerlei hyperlinks onderling in, waardoor je terechtkomt. Maar wat is het goede antwoord? Is dat A, B, C of D? Wie kiest voor A? B... C, D, ook al bijna zeggen, kijk, het werkt. Maar er zijn dissidenten. Hoe komen jullie tot D? Golven, ik was gewoon een beetje in de tekst aan het lezen en er staat een B
hebben hier behoord dat de kwaliteit van de bovengrondse delen van de gasbekleding visueel met de ondergrondse beworteling met de zon. Ah, dus. Heel goed. Heel goed. Yes, hij werkt. De handreiking draagt bij aan het oplossen van vragen. Geweldig. Dan gaan we naar de volgende vraag toe. Jullie hebben het inmiddels te pakken. Dit is een veelgestelde vraag in de voorbereiding van de handreiking. Dat mensen zeggen, joh, die VTV 2006, dat is het toetsinstrumentarium van 10 jaar geleden, is dat nou te vergelijken met wat vorig jaar van kracht is geworden? Nou, kijk maar of je het antwoord kunt vinden. En als iemand het antwoord heeft, laat hem ook rustig gelijk zijn vinger opsturen, want... Ja. Nog niet. Nog niet. Welk menu heb je dat gevonden? Want dan kun je de rest even meenemen in jouw zoektocht. Dus het hoofdmenu inspectie, submenu beoordeling. En dan redelijk naar BTV en wat wordt daar nog meer over gezegd? Staat er nog een toelichting bij? De microfoon, die heb ik straks ergens verstoken. Oh ja. Want anders moet ik alles papagaaien, dat is niet zo leuk. Nou, ik citeer van de website. De oude methode van de V2 kan niet worden gekoppeld aan de kwaliteit van de grasbekleding WBI 2017. De zaak is gesloten, open, fragmentarisch, omdat dit verband nog niet is aangetoond. Nee, er is gewoon nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Gelijke vraag. Zijn jullie wel bezig met een onderzoek om die koppeling te leggen? Ja. Cyril Liebrand die heeft bijvoorbeeld bij Rijn en IJssel al, ik geloof, 163 plaggen gestoken om te kijken van kan ik een causaal verband vinden. Cyril, als je de microfoon even doorgeeft, kun je er al iets over zeggen? Cyril is ongeveer de hoofdauteur van de handreiking. Ik zou hem even een apart applausje geven. Dankjewel. Ik ben afgelopen jaar ben ik begonnen bij Rijn en IJssel met de beoordeling van dijken. Ze hebben daar pak een beetje 144 kilometer liggen. Toen dachten ze, ja, we willen gewoon de helft van de dijken willen we al beoordeeld hebben. Dus ik heb vorig jaar heb ik iets van 205 locaties bemonsterd en op al die locaties ook zoden gestoken. En dit jaar moet nog 51 kilometer beoordeeld worden, dus daar ben ik nou volop mee bezig. En het blijkt toch dat het in de praktijk toch niet meevalt. Op een gegeven moment heb je 3 categorieën, hè, van gesloten, open en fragmentarisch. Maar we hebben ook grasdagen georganiseerd en dan delen we ook de groep in 3. En dan zetten we de groep zonder inleiding aan hun taluut, nou, beoordeel die dijk maar met de WBI 2017. En dan komen er verschillende dingen uit. Dus het is allemaal niet eenduidig. Ja, die vorige methode, die VTV 2006, daar kon je gewoon meten. Hè. In de bedekking kun je gewoon meten met een raamwerk. Wortelmonsters kun je steken, kun je de bewortelingen tellen. Dat zijn echt analyses. Maar nou is het min of meer een subjectieve beoordeling. En het blijkt toch dat moeilijk is om dat allemaal in richting in te krijgen. Dat is het lastige nieuws. Het goede nieuws is dat aan het eind van de grasdag er toch wel steeds meer homogeniteit in de oordelen komt. Ja, klopt. Ja, dus ja. Doe vooral een keer mee met die grasdag. Maar op de handreiking bij achtergronden kun je uitleg vinden over het TTW-project. Hans de Kroon is nu bezig met een TTW-voorstel. Dat is een buitengewoon uitgebreid fundamenteel onderzoek. Waarin ook in het programma is opgenomen van kunnen wij het objectiever gaan maken. Kan er een instrument ontwikkeld worden naast het visuele en het plagbeoordelen. Dus daar wordt aan gewerkt. Ik ga door naar de volgende vraag. Van Carla Grashof. Hoe kan een bloemrijke dijk bijdragen aan bijvriendelijk beheer op de dijk zonder in te leven op de veiligheid? Nou, succes. Er is al een voorlopig antwoord gevonden. C. Gefaseerd maaibeheer. Waar heb je dat gevonden? Op de website? Oh, dat weet je zelf. Heel goed, kijk. Baksteen zei al, blijf altijd zelf nadenken. Hè? Dus dat is heel goed. Ja? Bovendien staat zo'n vergrootglaasje. Nou, dan klopt er iets niet met de zoekfunctie, want ik heb natuurlijk expres het woord er wel ingezet. Zoek dan even op faunavriendelijk. Ja? Nee, maar bijvriendelijk moet er wel staan. Stefan, de server ligt er kennelijk uit. Mag ik even de website en de muis?
Ik kom wel naast je staan. Ja. Dank je. Nou, dit is zo'n typisch geval van specifiek beheer. Ik wil iets speciaals doen. En dan kun je bij faunavriendelijk beheer... Hij pakt het wel als je bij en dan een spatie vriendelijk. Heel goed. Bij spatievriendelijk beheer. Daar reageert hij wel op. Maar hier kun je in ieder geval een notitie downloaden, want zo werkt die website ook. En dan komt er gewoon een pdfje tevoorschijn met faunavriendelijk beheer. Ik hoor reacties, maar ik kan er even weinig mee. Wie wilde wat zeggen? Ik heb hier alleen maar welke telefoon. Okay. Oh, nee. Jij ziet rechts in je scherm, zie je waarschijnlijk zo'n luxe flexje staan. Rechtsboven in je smartphone staat dan zo'n luxe flexje in je menu. Als je op dat luxe flexje klikt, dan krijg je de hele menu tevoorschijn. Sorry dat ik dat niet uitgelegd heb. Ik dacht van, dat is vast algemeen bekend in Nederland. De hamburger. Het hamburger. Kijk, Bart-Jan is de vakman, dat is een webbeheerder. Heel goed. Hebben jullie de hamburger gevonden in het gras? Ik leer ook u wat. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag toe. Stefan mag weer even schakelen. Ik geloof dat er nog nooit een masterclassleider is geweest die zo blij was dat iedereen de hele tijd op zijn scherm zat te kijken. Mag ik de... dat kan ik zelf. Marije de Gruyter, ook een van de mede-auteurs. Even meer beleidsmatig. Waar dienen de functie-eisen voor op een bepaald dijktracé? En ik geef alvast een hint. Bij waterkering algemeen zitten de beleidsmatige zaken. Heeft iemand al een idee van een antwoord? Welk antwoord zou je kiezen? Oké, dat is iemand die gewoon vakbekwaam is. Die kiest voor A. Wie heeft een antwoord op de website gevonden? En wat is dan het antwoord? A. Ah. Oké, okay, prima. Welk minuutje heb je dat gevonden? Er staat functies en waarde gasparkering. Of via zoekfunctie. Ja, via de zoekfunctie, dat blijkt bij jullie. Ik leer vandaag ook heel veel van jullie, hè, van jullie gedrag, hoe je dingen opzoekt en zo, want daar kunnen wij hem weer mee verbeteren. Maar via waterkering algemeen, visie, functie, eisen en streefbeelden is een submenuutje. Daar wordt hier uitleg over gegeven. Ik ga even een tussenbalans opmaken voordat de volgende vragen komen. Hoe oogt de site? Kun je vinden wat je wil vinden? Even met wel rekening houden natuurlijk, je zit op een smartphone te werken. Maar wat is jullie eerste reactie? Heel veel. Heel veel. Andere reacties. Ik bedoel, het mogen ook tips zijn, het hoeven niet alleen tops te zijn. Het is wel redelijk logisch ingedeeld. Ik kan misschien weten, maar het is wel... Als het beter kan, schrijf hem op een... Hier ligt een paars blaadje. Ja, eerst gezegd, ik ben al positief. Dus, Oké. Okay. Dat is gunstig. Andere reacties. Ik denk goed. Als ik kijk naar de opbouw, denk ik dat het een goede keuze is geweest. Okay, nou, inhoud, ja, dat moet even blijken natuurlijk. Ik snap dat je nog niet alles gelezen hebt. Maar je zegt de opbouw, de structuur. Nou, dat is dan een compliment aan het team, want daar is, ik denk, wel 4 maanden over nagedacht. En ik heb mezelf bij het maken nog hier en daar wat gefine-tuned. Al of niet in overleg. Nou, daar ben ik blij om. Dan gaan we verder met de volgende vraag. Wouter Muggen, in verband met klimaatverandering zullen in de toekomst clusterbuien meer frequent voorkomen. Met welke schadebeelden hoef ik dan geen rekening te houden? Nou, laat ik het eerst eens even op de vakbekwaamheid doen. Wie kiest voor A? Wie zegt verstikking? Dus clusterbuien komen meer voor. Waar hoef ik dan geen rekening mee te houden? Verstikking. B, uitspoelen van de toplaag. Wie kiest daarvoor? C, scheurvorming. En D, ontstaan van stroomgeulen.
En wie heeft zich onthouden van stemmen? Niet gisteren, maar vandaag. Ik weet het niet. Nou, ga het maar even opzoeken. Even het menu. Waar heb je het gevonden? Even kijken hoor. Als ik het goed zeg, belasting, bedreiging en faalmechanisme. Heel goed. En dan komen we bij... invloed op klimaatverandering, scheurvorming, moeite met handhaven van bepaalde soorten, verschrale kras, bekleding, uitdrogen van jonge vegetatie. Ontstaan van stroomgeulen, door naastvormen clusterbuien en bedreiging voor versterkte van de grasbekleding door. Ontstaan van stroomgeulen, uitspoelen van de toplaag, uitspoelen van zaaimengsel bij nieuwe ingezaaide waterkering. Een mogelijke verstikking door de platliggende gras als gevolg van hoge waterstand in zomersperiode. Nou, welke mist in het rijtje? De scheurvorming. Toch? Die stond niet in het rijtje. Want verstikking, als je zomers een forse bui krijgt en je gras staat al anderhalve knie hoog, dan ligt dat plat. Nou, probeer dan nog maar eens met een maaier erheen te komen. Dat lukt niet meer, daar rij je gewoon overheen. De schapen lopen er overheen. Nou, uitspoelen toplaag, dat is natuurlijk sowieso een probleem, zeker in jonge, nieuwe bekledingen, waar het nog niet allemaal vast ligt met worteltjes. En daardoor ontstaan dan ook stroomgeulen. Scheuren is natuurlijk typisch gerelateerd aan droogte. Zeker op boezemkaders of droogtegevoelige boezemkaders in ieder geval. Dit is een nieuw begrip wat we in de handreiking hebben geïntroduceerd. Wat is relatieve soortenrijkdom? Nou, wie kiest voor A? Een soort komt in het ene vak meer voor dan in het andere vak. B. Het lutumgehalte bepaalt hoeveel soorten er tot ontwikkeling kunnen komen. C. Het ene waterschap werkt nou eenmaal harder aan bloemdijken dan de ander. Dat is er één voor Peter Glas. En dat de hellingshoek bepaalt hoeveel soorten er staan. Nou, kijk maar. Heeft iemand al een vaag idee van wat het antwoord is? Mark. Als steneman, Mark. Doe eens een poging. Ik denk B, als ik dit zo lees. Ik heb het gevonden op de website over de relatieve soortenrijkdom. Ik heb het gevonden op de website bij relatieve soortenrijkdom. Dat heb ik als zoekitem ingevuld en daar kwam ik op een stuk tekst. Wat duidt op dat lutumgehalte, dus zou het B moeten zijn. Heel goed. Er is inderdaad dat heeft Cyril met 1200 proefvakken toevallig bij ons waterschap. Wij hebben 30 jaar ongeveer al monitoring op de grasbekleding en daar heeft hij vele honderden metingen uitgehaald. En daaruit blijkt gewoon een causaal verband tussen hoe lutumrijker de dijk, hoe soortenarmer die wordt op hoofdlijnen. Maar lutumgehalte speelt wel een hele grote rol. Ja. Maar als je met onderhoud daar geen rekening houdt, heb je er ook niks aan. Uiteraard. Dit is alleen maar een standplaatsfactor. Dan had ik de vraag anders moeten doen. Jij kiest voor C omdat jij bij jouw waterschap andere ervaring hebt. Ik denk dat het de grondsoort maakt wel degelijk uit dat die bloemrijk wordt of niet. Ja. Maar als je de schapen op jaar rond, heb je er niks aan. Nee, je kunt met wanbeheer kun je elke dijk vernachelen. Dat is eigenlijk jouw boodschap, denk ik. Maar je weet, ik stel nooit strikvragen. Het is echt een hele eerlijke vraag. Het lutumgehalte heeft een causaal verband met soortenrijkdom, mits het beheer daar adequaat op is. En hier begint de zaak wat interactiever te worden. De Brabantse waterschappen hebben een instrument ontwikkeld en dat wil ik ook aan jullie voorleggen. Is dat een instrument wat we verder moeten gaan ontwikkelen op de handreiking? Zij hebben een instrument ontwikkeld om probleemsoorten te bestrijden. Welk instrument is dat? Loop daar eens even rustig doorheen als je dat gevonden hebt. En is het wenselijk dat we zo'n instrument voor alle probleemsoorten op de waterkering gaan maken? Heeft iemand al iets gevonden? Want ik kan de rest mee gaan kijken. Heeft iemand al het Brabantse instrument ontdekt? En als je op zoekfunctie Brabant invult, dan krijg je hem. Ik hoor achterin iemand ja zeggen. Welk menu is het? Gerard, zei jij het? Waar is het hier bij en probleemsoorten? En dan nog een submenu misschien? Of vind je daar al gelijk het instrument? Ja, gelijk het instrument.
Ja, staat bovenin, hè? Ik heb het helemaal bovenaan gezet. Dus hoofdmenu grasprobleem, submenu probleemsoorten en daar is er bovenal gelijk een verwijzing naar de Brabantse methode. Stefan, als ik weer even naar de site mag en met jou mag meescrollen. Dus grasbekleding, probleemsoorten. De systematische beschrijving. Ik neem even je mic. Oh, dat kan niet. Jullie zien dat ik hier het format wat de Brabanders hebben ontwikkeld, gewoon één op één heb overgenomen op de website. En ze hebben dat heel systematisch beschreven. In dit geval voor de reuzenberenklauw. Er staat nog een spelfout in bovenin, maar dat komt wel goed later. Ze beginnen met het beschrijven van de kenmerken van de plant, hoe die zich voortplant, wat de problematiek is. Dit is wat meer geënt op watersysteem, dus we moeten hem optimaliseren voor de waterkering. Hoe ze binnen het waterschap om willen gaan met als die wordt aangetroffen als probleemsoort. Beeldmateriaal. En dan beginnen ze met hoe kunnen we hem bestrijden. Nou, een stukje algemeen. Een kalender, hoe die door het jaar heen op welke methode het best bestreden kan worden. Mechanisch, chemisch, handmatig, noem maar op. Daar wordt dan nog een toelichting op gegeven. Van let op, als je het handmatig of machinaal of chemisch gaat doen, dan moet je op de volgende zaken letten. Ik heb hier al nadrukkelijk bij gezet, hier staat chemische bestrijding. Het stukje tekst van hun vervult nog onder de oude wetgeving. Daar gaat tegenwoordig een nieuwe wetgeving op. Dus daar moet je dan natuurlijk wel rekening mee houden. En dan laat je ook de kracht van de website zien, want zodra er een nieuwe wetgeving is, pak je dat centraal aan en weet iedereen in Nederland hoe het zit. Vinden jullie dit een gewenst instrument? Omdat ook voor Japanse duizendknoop, mos, heermoes, noem maar op te maken. Dat dit centraal in Nederland gedaan wordt, door een centraal clubje beheerd wordt, zodat iedereen doorlopend actueel weet. Zo kun je omgaan met... Ja. Hoe beheer je dat dan? Dan moet je ervaringen van mensen met bepaalde bestrijdingsmethoden en bepaalde... Ja. Hoe beheer je dat dan? Hoe coördineer je dat misschien beter? Ja. Dat ervaringen uit het land op die ene plek terechtkomen. Nou, ik zei in het begin al, ik ben geen specialist, ik ben regisseur. Dat is mijn taak bij de STOA voorlopig, nog één dag in de week. We hebben een expertteam grasbekledingen, waaruit 9 waterschappen, even uit mijn hoofd, vertegenwoordigers zitten, die mee kunnen denken hierover. En als wij denken, hier is onderzoek voor nodig en we hebben een specialist als Cyril nodig, nou, dan ga ik naar Ludolf Wendel toe en dan zeg ik, Ludolf, pak ik alsjeblieft wat geld van je. En dan zouden we een specialist kunnen inschakelen. Maar dat is het beheer, de beheerorganisatie die achter de website zit. De grasregisseur van STOA, expertteam grasbekleding met nog een hele backbench erachter. En hoe verbind je die dan met de praktijkervaringen uit de verschillende keringbeheerders? Het expertteam komt in principe 4 keer per jaar bij elkaar. Die hebben allemaal hun eigen antennes in de eigen organisatie. En nou, Hanneke zit er voor de Brabanders in. Bijvoorbeeld Limburg is tegenwoordig ook 1 waterschap. Dus we hebben Noord-Holland, eigenlijk het hele land zit er ongeveer in. Behalve de Groningse en Friese waterschappen. En zo proberen we gewoon doorlopend feeling te houden met de achterban. En nogmaals, er staat gewoon rechts info@handreik.nl.